Ja, die slart, 5-2. Het werd nog even spannend, hè? Ja, het werd nog even spannend toen bij de 3-2 volgens mij. Werd het iets wat spannend, maar we maakten al redelijk snel weer de 4-2. Dus ik denk wel over het algemeen een terechte overwinning. Flevo Boys komt op voorsprong en die houden ze ook wel even vast. Pas na een half uur gaat het lopen. Wat ging er in het eerste half uur mis wat daarna goed ging? Ja, het was wel even wennen natuurlijk. 2,5 week niet gespeeld. Flevo Boys is ook een goed team, ook voetballend team. En ik denk dat we gewoon constant een stapje te laat waren, zeker ook met de druk zetten. Hun 6 draaide heel snel open, of heel vaak open. Waardoor we eigenlijk te laat waren de hele tijd. Nou, ze komen op een terechte 1-0 voorsprong. Maar gelukkig na de 1-1 werden wij wel de sterkere ploeg. En die lijn hebben we wel doorgetrokken in de tweede helft. 1-1 kwam op jouw naam. Je stond in de basis. Gebeurt je niet zo heel vaak de laatste tijd, ook wat met blessures te maken. Ja, hoe is het dan om weer vanaf het begin erin te staan? Ja, dat is lekker. Het ging... Daar train je voor natuurlijk, daar speel je wedstrijden voor. Ik ben wat geblesseerd geweest inderdaad. Dat is kut, maar hard getraind en hard gewerkt om weer op dit niveau te komen. En het ging dus, zeker de laatste tijd ging het alweer hartstikke goed. Met invalbeurten, met trainingen liet ik echt wel zien van ik ben er wel weer klaar voor. En ik zei het ook wel regelmatig tegen de trainer van ga ik nou spelen. En vandaag mocht ik starten en ik dat wel beloond. Met die goal dus. Hoe belangrijk is het voor jou als buitenspeler om een doelpunt te maken? Nou, ik vind als buitenspeler dat je ook goals maken is altijd lekker. Dat is gewoon hartstikke fijn. Vindt iedereen dus. Ja. Zo is het. Dat kan je als verdediger zijn, maar als aanvaller is het natuurlijk wel iets belangrijker. Maar je kan ook genieten van een goede assist, dat een spits scoort, dat Kian of Arnoud scoort. Dus als je maar belangrijk kan zijn voor het team. Jij stond in de basis. Er stonden nog een paar jongens om jou heen die ook niet altijd in de basis staan. Of op plekken waar ze normaal gesproken niet staan. Hoe erg moet je dan aan elkaar wennen? Je traint wel altijd met elkaar natuurlijk. Maar het is altijd, als je met een nieuwe basisselectie het veld in gaat, ja, het is wel echt even zoeken van hoe sta je, hoe speel je. En je moet wel even aan elkaar wennen. Iedereen vraagt natuurlijk iets anders. Je bent allemaal voetballer, dus dat gaat redelijk snel, pas je dan aan. Dus dat is op zich wel goed. Zat je er op laatst een beetje doorheen? Het ging op zich wel redelijk goed. Ik was nog redelijk fit. Maar die Frits, natuurlijk oud speler hier, die pakte mij even goed aan de zijkant. Dus daar had ik nog wel redelijk wat last van, een ijsbeentje. Maar ik had nog wel doorgekund, alleen je zag het Max veel in. En die kon de laatste 15 minuten nog wel even gas geven. Dus een goede wissel, denk ik. Je zei het al even, een poosje niet gevoetbald. Heb je het gemist? Wat zei je? Een poosje geen wedstrijden gespeeld. Heb je het gemist? Tuurlijk. Je bereidt je donderdag natuurlijk voor. Maandag en woensdag train je super hard. Donderdag bereid je voor de wedstrijd, puntjes op de i. En dan hoor je vrijdagavond weer van de wedstrijd gaat niet door. Want dat is niet lekker, want je stelt je erop in. Je plant verder ook niks in, dus je wil gewoon voetballen. En als het dan weer niet doorgaat, is het gewoon niet fijn. Maar ja, we kunnen er niks aan doen. Eén keer kwam het omdat er bij de tegenstander coronagevallen waren. Afgelopen weekend was het bij Harkmaarse Boys zo. Wat doet dat met een ploeg? Hoe bespreek je dat? Waar gaat het dan over? Waar gaat het over? Het werd al iets van tevoren werd het al duidelijk gemaakt in dit geval was het Arnoud. Hij gaat een test doen, hij voelt zich niet helemaal goed. Daar houden we daar allemaal rekening mee. Dan gaan we daarover met elkaar in discussie. Hoe kunnen we dit het beste aanpakken? Ik denk daar gewoon een juiste keuze in gemaakt. Vrijdag hoorden we dat het positief was. Dat was klote voor ons, maar het is even niet anders. Zit je dan ook nog te denken van, heb ik het zelf ook opgelopen? Ben ik nog met hem in contact geweest bijvoorbeeld? Ja, daar denk je altijd aan natuurlijk. En je houdt er ook wel even rekening mee. Maar dat weet je van jezelf eigenlijk al wel heel snel. Je weet hoe je je voelt. Dat weet je eigenlijk van jezelf wel. En als je echt met elkaar bijvoorbeeld in de auto hebt gezeten, dan is het slim om te laten testen of zoiets. Maar... Was bij jou in ieder geval wel een paar andere jongens die daardoor ook in quarantaine moeten. Ja, dat zal de praktijk wel zijn de komende weken waarschijnlijk ook. En niet alleen bij Harkmaarse Boys, ook bij de tegenstanders dus. Ja, nee, ook bij de tegenstanders gaan we het zien. Je ziet het bij ASV nu ook, gaat er weer uit. En zo mogen we wel weer redelijk wat wedstrijdjes door de week gaan spelen volgens mij. Om al die wedstrijden in te halen. Dat is natuurlijk wel, dat is ook best wel kloot, zeker met uitwedstrijden. Uit op een dinsdag of donderdagavond naar... Naar Barendrecht nu waarschijnlijk een keer. Ja, dat is niet lekker natuurlijk, maar we gaan het zien. Vond je deze video dan leuk? Doe dan een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet natuurlijk niet op het belletje te klikken. Dan mis je nooit meer een van onze video's. Sterk man! Toch? Dat is goed. Dat is goed. Mannen spelen, wordt ook gevolgd. Kijk eens.